Mijn naam is Jeroen van der Einde, ik ben directeur van het Nationaal Monument Kamp Vught. En als je dan aan mij vraagt wat mijn beroep is, dan zou ik eigenlijk kunnen zeggen dat ik toch verhalenverteller ben. Want dat is de kern van wat ik en wat wij hier allemaal bij dit Monument Kamp Vught al jaren doen en zullen blijven doen. We zijn hier op het Nationaal Monument Kamp Vughten terrein. Een heel klein stukje van het vroegere concentratiekamp zoals die vroeger heeft gelegen. Het vertellen van verhalen begint bij de plek zelf. Kijk om je heen. We staan tussen de bomen op een grasveldje, maar niet zomaar bomen, niet zomaar een grasveldje. Dit is echt een plek die ademt geschiedenis. Die is hier voelbaar, bijna tastbaar aanwezig. En als je vanuit zo'n plek dan een verhaal moet overbrengen, dan helpt het al enorm als die plek gewoon op iedereen die hier komt, bijna zonder uitzondering, een grote indruk achterlaat. Wat deze plek vertelt is voor iedereen relevant, voor oud en jong. Maar wat we natuurlijk ook willen, en daarom bestaan wij ook als instelling, is dat we nieuwere, jongere generaties die de oorlog niet hebben meegemaakt, die niet eens meer van opa en oma daarover horen, toch een gevoel krijgen bij wat er toen in die periode is gebeurd. Wat dat voor mensen heeft betekend en ook wat de betekenis daarvan voor ons vandaag de dag is. Dat doen we onder andere door ook verhalen te zoeken van leeftijdsgenoten die toen hier waren. En dat maakt het dan weer, ook voor de jongeren die hier vandaag de dag komen, veel makkelijker om die brug te slaan met zo'n verleden. Ik ervaar dat het helemaal niet moeilijk is om jongeren te bereiken. De plek zelf doet ontzettend veel. En dan ook de verhalen vertellen. En soms misschien een beetje geholpen met een enkel voorwerp of een indrukmakende film die daar nog bij hoort. Ja, dat zorgt ervoor dat vrijwel al die jongeren die hier komen in no time van drukke schoolreisjesachtige stemming naar aandachtig luisteren zijn gekomen. En dat is toch wel iets bijzonders wat ik keer op keer hier ervaar als ik ook zie wat er om mij heen gebeurt en als ik die groepen hier zie aankomen. Een verhaal wat me onmiddellijk te binnen schiet, omdat het ook heel direct altijd bij mij binnen is gekomen, is toch het verhaal van Klaartje de Zwarte Walvis. Joodse vrouw uit Amsterdam die van het ene op het andere moment zich in de Hollandse Schouwburg bevindt en 3 maanden in dit kamp verblijft. Zoals vele lotgenoten van haar. Wat haar verhaal zo bijzonder maakt is dat zij begonnen is een dagboek bij te houden op het moment dat ze in die Hollandse Schouwburg terecht kwam. Een dagboek wat ze 3 maanden lang heeft geschreven, ook toen ze in kamp Vught zat. En wat als door een wonder toch de oorlog heeft overleefd en ook de tijd heeft overleefd. En ja, zo 75 jaar na dato jou in staat stelt om over haar schouder mee te kijken, je te verwonderen en te verbazen over alles wat je hier ziet en meemaakt. Echt heel direct komt dat binnen, inclusief ook alle ellende en alle angst en alle onzekerheid en enzovoort enzovoort. De goede en de mooie kanten, maar ook de verschrikkelijke en de zwarte kanten van deze plek. Het is niet alleen maar zwart en vervelend en triest en treurig. Er waren gelukkig ook lichtpuntjes, maar dat hele palet, dat hele scala van kleuren als het ware, dat komt ontzettend dichtbij door zo'n dagboek. En hoewel ik Klaartje dus verder niet of nauwelijks ken, is het dan toch alsof iemand je heel naast staat en brengt dat de geschiedenis tot leven. En dat is denk ik heel belangrijk. Een van de frustraties die ik heb bij dit verhaal is dat er zo weinig beeld van materiaal van is. Dus dat zal ook altijd iets blijven om naar te zoeken. En daar hoop ik ook op dat er toch nog eens ergens van een of andere zolder toch weer hele bijzondere dingen tevoorschijn komen. Die weer net een andere dimensie toevoegen aan datgene wat we hier doen. Maar de kern daarvan blijft inderdaad verhalen vertellen. Wat ik ook heel erg fijn vind van dit werk is dat je het met mensen doet. Dat je op al die niveaus met hele uiteenlopende mensen te maken krijgt. Van nabestaanden tot subsidieverstrekker. Van regelgever en handhaver tot vrijwilliger. Het is zo divers. Dat maakt het heel diep om dit te mogen doen. Dus ik hoop dat nog een tijdje zo voor te mogen zetten.